Hey allemaal, vandaag Jorven vanuit Gamingcast en welkom bij een nieuwe Survival Island. En nou ja, wat is een Survival Island zonder Daaf? Dus die hebben we hey. Ook meegenomen. En ja, nou we gaan dus een nieuwe Survival Island spelen. Ja jongens. Ja, een soort... Het verlangen mag stoppen. Ja, ziet ja. Een soort Survival Island 2.0 of zoiets dergelijks. Geen idee hoe de map heet. Even kijken. Ja, misschien... The Last Island. Ja, oké, okay. Ik zal misschien wel even in de description knallen, ja. Dan ja. Kunnen jullie hem ook spelen. Maar ja. Let's get straight into it, zou ik zeggen. En wat zijn de sites daar dan? Niks speciaals, volgens mij. Oké. Okay. Verlaat het eiland niet. Die niet. Nou ja, credits naar hem, hoe heet ja, die? Ja, blijkbaar. Oh, trouwens, wacht. Fallout 123. Check dit en je komt waarschijnlijk bij de link terecht of zoiets ergens. Dus als je wil spelen... Ongeveer. Daar ergens. Voor als ik het vergeet in de beschrijving te zetten. Even maar oké. We hebben... Wat is dit hier? Wat zit hierin? We hebben die. Oké, okay, kleur, interessant. Of we hebben al wel een zeppelin, trouwens. Wacht, we hebben melon seeds ook. Shit. Ja, man. Tuurlijk. Ja, trouwens. Chop the tree down. Let's get him. Oh. God, I'm getting wood. Allebei. Chill. Oké. En het laatste blokje. En dan pak jij. Jij pakt het. Ja, volgens mij wel. Ik heb nu 4 zelfs. Ja. Ja, nu 5. Hier, ik plant die boom wel meteen hier. Oké. Is het verstandig om... laat ik hier een pickaxe of zo in ieder geval van maken. We hebben geen hout nodig, hè? Of wel? Gewoon alleen planks, toch? Hout bedoel... Oh, je bedoelt met gewoon logs? Nee. Ja, we hebben gewoon planks nodig, hè? Neem ik aan. Oké, crafting table dan. Ja. Ja, beter inderdaad. Oh, ik heb trouwens een sapling opgepakt. Cool. Ja, ik heb er ook eentje. Oké, sweet. Beter groeit er nog even snel een boom of zo. Oh, nog één. Ja. Zal ik even één pickaxe maken dan? Ja, doe maar nog wel even. Oké, fix jij ons even wat steen of zo? Hij ligt wel ja. Trouwens, ja, hier is die mijn. Kom even hier naartoe dan. Hebben we een mijn? Ja, achter volgens mij. Huh? Ik ben er nog niet geweest, maar. Oké. Wacht, we kunnen niet meer terug naar boven, hè? Oh. Nee, dat komt wel goed. Oké, wacht, ik ga even anders wat dirt opstaan. Oh, oké, je hebt hier... Op wat spelen we? Spelen we op peaceful? Nee, toch? Nee, we spelen niet op peaceful, als het goed is. Op wat easy? Normaal, volgens mij. Oké. Oké, let me get some. Ik dacht normaal, maar ik weet niet zeker, gek. Ah, joh. Nou ja, we spelen in ieder geval niet op peaceful. Nee, inderdaad. Oké, sugar canes. Kan ik ze gewoon harvesten. Het zou echt baas zijn als we bijvoorbeeld een Enderman farm of zo, weet je wel, aan het einde van de hele road. Ja. Dat is helemaal ziek. Maar dan moeten we wel van het eiland af. Ja, inderdaad trouwens. Dat is wel misschien aan het eind, man. We gaan het gewoon zo groot maken. Ja, misschien wel. Gewoon de regels doorbreken. Ja, uiteindelijk. Misschien wordt het wel gewoon een let's play, weet je wel. Je een eigen double in, je weet het niet. Wie weet. Oké. Ja, dus denk ik gewoon, eerste paar dagen is wachten gewoon op totdat bomen gegroeid zijn, denk ik. Ja, ik denk het. Ja, dat is ook het makkelijkste, weet je. Ja, we hebben trouwens echt ziek veel saplings. Netjes. Dus we hebben een stuk of 6 saplings of zo, dus op zich hout genoeg. Ja, ik maak even deze pickaxe op gewoon. Ja, is goed. Dat is volgens mij een stack. Ja, fix er maar anders gewoon zoveel mogelijk steen mee of zo, weet ik van. Ja, wat anders. Ja, wat anders inderdaad. Ja, ik ben nu even wat hout aan het fixen. Ja, cool. En ik ben eigenlijk ook een beetje aan het wachten op de... Hoe noem je dat? Op de trees, natuurlijk. Hebben we boomion nodig? Ja. Ja, nou ja, het zou op zich wel handig zijn. Als we bijvoorbeeld een cave vinden of zo en een paar skeletons of zo, zou op zich wel nice zijn. Ja, maar er zit 5 boommiljoen in de chest. Oh, echt? Ja, dus als je het hard nodig hebt. Ja, we kunnen op... Oh, trouwens, er is al een boom gegroeid. Die witte. Oh, ik bedoel, ik weet niet... Zo gek, het is hier echt pikken donker. Waar? Oh, oké. Okay. Beneden, hier beneden, ja. Oké, ik heb 60 steen. Oké, cool. Zo, dat is best veel trouwens. En is je dan kapot? 60 blokken. Ja. Oké, heeft hij 60 durability of zo? Hey, pas me even wat hout dan. Ja. Oh, ja, ik heb al eigenlijk. Oh, nice. Hoeveel heb je nodig? Ik heb nu wel genoeg. Okay. Ik ga even iron pakken wat ik zag liggen. Oké, cool. Kan je ook een pickaxe voor mij maken eigenlijk? Ja, tuurlijk. Hier, wacht, ik heb nog 2 sticks voor je. Nee, ik heb genoeg. Nou, je hebt ze in ieder geval alsnog gekregen. Oh, pas.
verkeerde knop. Oké, okay, awesome. Ja, oké, okay, nou die boom laten we even groeien. Moet even kijken of we torches hierboven kunnen krijgen. Dan kunnen de ja, bomen gewoon doorgroeien. Ja, dat zou erg prettig zijn, man. Ja, maar ook, hier, ook voor hier beneden. Ja. Ik weet niet hoeveel hout we hebben. Aha, dit is trouwens sowieso voor een infinite cobblestone generator of zo. Ja, gas alsof het nodig is. Nee, inderdaad, hier is hier genoeg steen. Wacht even, staat mijn brightness omhoog? Oh nee, kijk. Staat mijn brightness omhoog? Volgens mij wel. Video settings, brightness, oh, dat helpt, dat helpt, dat helpt. Oké, oh, vandaar dat je zei dat het pikken donker was. Ja. Eindigt het weer? Ja, man. Oké, okay, dat was, Nice. Niks. Wat een anticlimax, nee. Ja. Oh, ik dacht echt van, nu gaat echt een dungeon met week van wat komen. Nou ja. Oké, okay, nou ja. Ja, wat moeten we met dit paard, gast? We mogen toch niet van het eiland. Ja, geen idee wat je daarmee moet eigenlijk. Enige wat we wel even moeten doen is even kijken hoor. Moet even een ho maken, denk ik. Ja, wacht, ik wil net... Ik wil van hout of zo. Ik wil net... Nou, ik doe wel steen, joh. Oh ja, trouwens... Ja, oké. Okay. Heb je sticks al? Ja, nee, ik ben al bezig. Oké, okay, cool. Plant jij dan de melons en weet ik veel wat? Ja, is goed. Nou, ja, melons, seeds... Oh, wacht. Ik maak even snel een axe. Op zich kunnen we dat wel doen, toch? Kan je een paar cobblestone plaatsen? Ja, tuurlijk. Ja. Een paar. Dank zeer. Mag de helft hebben. Ja, de helft, chill. Oh, nee, geen pickaxe, een axe. Door. Ik maak automatisch een pickaxe, geen idee waarom, maar... Zo, gaan we naar boomielen? Wat boomielen? Oh, ja. Je bedoelt melons of zoiets, Alex. Ja, we hebben wel eten nodig, man. Ja, vind ik eigenlijk wel een goeie, dat kan je wel doen, denk ik. Ik bedoel, we kunnen... Oh, huh? Oké. Okay. We kunnen altijd nog een skeleton farm maken of zo, als er ergens een spawner in de buurt is of zo. Ja, dat is waar. Zo. Oké. Okay. Hadden we trouwens ook bepaalde objectives of Ja, die heel onzeker. Even okay. Kijken. Laat me even lezen. We hebben. Even kijken. We hebben. We moeten een huis maken. Mm-hmm. We moeten het eiland groter maken. Ja. Melon farm maken. Pumpkin farm maken, sugarcane, wheat, mushroom farm, een bed maken, wol maken met. Het zijn niet echt hele moeilijke. 20 torches maken. Oké. Okay. een stad maken om het eiland. Dat is wel vet op zich. Dat kunnen we wel groot maken. Ja, dat is wel cool inderdaad. Ook. 10 mushroom stew, 10 brood, 10 ender pearls. Mm-hmm. Nou, nether. 32 diamonds vinden. Zo, mog. Je noemt er gelijk 1000 objectives op, jongen. Ja, het zijn 18. Even kijken. Full diamond armor en een enchanting table. Ah, oké. Okay. Ja, dat moet wel te doen zijn, denk ik. Alleen, onze voedselsituatie moeten we even zo gaan oplossen. Ja, ik ben oplossen, nu... Man. Oh, ja. Appel, kom maar. Ik ben anderhalf dingetje down nu. Oh, wat lekker. Ja, ik was alweer 3. Oh, trouwens, we hebben hier raw pork chops gekregen, 5. Dus op zich kunnen we die ook al. Ja, ik maak even furnace. Ja, inderdaad. Nice. En denk dat we dan maar gewoon naar beneden gaan minen of zoiets dergelijks of zo. Ik weet niet. Ja, ik denk het. Ja, we moeten toch ergens onze kool en zo vandaan halen. Dus. Zou ik even iets met deze boomhiel doen? Ja, ik bedoel, ik weet niet. Of laten we hem zitten. Ja, ik zou de boomhiel denk ik gebruiken voor wat voedsel of zo. Ja, zou ik even de melon kijken? Ja, is goed. Doe maar. Want dat duurt echt kapot lang. En dan die. Ah. Kijk, dan hebben we 1 wheat. Ja. Heel gul krijgen we daar 2 seeds van. Oh, nice. Even kijken. Ah, dat kan wel hier. Wacht. Yo, is die boom nu alweer gegroeid? Zo sick. Ja hoor, 1 weed. Gaan we. Oh, boom staat in de fik. Oh. Echt? Welke? Ja, waar jij bent. Oh. Nou, nu niet meer. Oh, trouwens, ik kan dat vuurtje wel doven op zich. Of zullen we dat aanlaten gewoon? Ah, joh, laat maar aan. Ah, laten we het aanhouden voor de sfeer. Ik vind het niet... Ja, ik weet niet of dit een... schipbreuk moet lijken ofzo. Oh, schipbreuk. Maar ik vind het erg matig. Nou, volgens mij was de vorige map echt die we echt een jaar of twee of zo geleden hebben gespeeld, was die beter. Ja. Ja, ik weet niet. Volgens mij was er eentje... Ik weet echt niet meer welke dat was, maar er was eentje was best awesome volgens mij. Ja, ik weet het ook niet meer, man. Was best wel een, op zich wel een nice schipbreuk. Ja, en dan met dat kasteeltje erachter bedoel je? Ja. Ik snap het. Ik smelt even iron. Oké. Okay. Oh. Wordt nu nog trouwens. Heb jij hout? Ja, ik heb zeker. Ik heb 1 hier, goos. Ik stop wel even wat in de chest. Split wel even in half alles. Oh cool. Dat. Oh ja, trouwens, weet je wat, ik stop even alles erin.
Kun je meteen pakken wat je nodig hebt. Oh, shit. Ik heb het uitgegooid. Sticks op zich, wacht. Ik neem even wat. Die planks neem ik wel even mee ofzo. Als we gaan caven. Het wordt nu in ieder geval nacht, dus ik weet niet of we... Gaan we naar beneden? Ja, denk het wel, hè. We hebben niet zoveel keus, denk ik. Niet dat er ineens heel veel mobs hier spannen ofzo, maar... Oké, zal ik even zwaarder maken voor ons? Ja, kan je doen. Misschien is dat wel handig, denk ik. Ja, ik heb 3 armor nu. Oké, kunnen we denk ik best een pickaxe of zo van maken? Ik weet niet. Ja, dat denk ik ook. Zou ik gewoon doen? Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Ja, ik pak gewoon even alle birch boots. Pickaxe, hè, zei je. Ja, oké, ik heb nu 2 hongerdingetjes. Even kijken, hoe gaan we onze food... Ja, we moeten even op die melon zijn. Op die melon, inderdaad. Oh, je hebt een zwaard. Ah ja, zwaard. Zodat we kunnen spreaden en weet ik wat allemaal. Ja. Het gaat moeilijk worden, man. Ja, want, ik denk bedoel, het ook. We spelen met z'n tweeën, hè? Ja. En we moeten 32 diamonds, allebei full diamond armor. Ja, ja. Dat is best ziek. Ja, want ik weet niet hoeveel je nodig hebt. Volgens mij 20 krijgen, nodig. Denk ik. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Kijken, altijd wel een voordeel, maar... wat gaan we gewoon naar beneden tot 64 en dan stripminen? Of wat is het? 11? Ja, ja, dat is eigenlijk zo na het 11 bedoel ik inderdaad. Ja, zou ik hier gewoon naar beneden gaan? Ja, ik denk het wel. We hebben niet zoveel andere keuze, denk ik. Nee, dat denk ik. Oh, trouwens, wel... Ik gebruik de iron pick trouwens. Wacht even. Zullen we hier even snel een cut doen, laat maar zeggen? Ja, is goed hoor. Prima. Oké, and cut. En we zijn terug. Echt gewoon serieus 3 seconden later, maar oké. Mineshaft. Oh ja, cool, Peter. Awesome, cool, yes. Oh, heel veel. En wat nog meer? Oh, what do spiders. We have here? Even kijken hoor. Hier heb je zo'n open ruimte. Trouwens, waar zijn de mobs? Ik hoor ze. Muis. Ik hoor aardig wat spinnen hier. Zombies. Nou ja, ik ben waarschijnlijk gewoon doof omdat ik mijn geluid waarschijnlijk niet hard genoeg heb, maar oké. Okay. Oh, echt een zieke pocket hier. Nice, nice, nice. Even kijken hoor. Ja, het is gewoon een standaard mineshaft denk ik. Dus we kunnen hier wel wat uithalen trouwens. Iron. Ja, beter even een chest vinden. Zullen we beginnen met gewoon... Ja, we hebben denk ik niet echt iron armor nodig. Ik denk dat we meer gewoon tools en zo ervan moeten maken. Denk ik niet? Denk het ook. Ja, ik denk het ook. Zo, moog. Gezondheid. Gezondheid, ja. Of. Het was eigenlijk een hoest, maar ja. Oh ja, het klonk als een nies. Ja, het was... Ik probeerde hem een beetje in te houden, zeg maar dat ging niet. Oh, een creeper, oké. Okay. Want daar zijn je mobs. Oké, ik heb even... Kom maar naar mij, ik heb 24 torches. Oké, I got the first creeper down. Monster hunter. Nu worden we pro'er, jongens. Oké, waar is die zombie dan? Nou, hier. Ja, ik probeer niet te sprinten, man. Nee, ik ook niet, want ik ben nu 3 hongerdingetjes down. Ah, ik nu 1,5, maar ik had al wat kak. Ja, gas. Holy shit. Ja, ga maar. Oké, ja, de gas tegen. Degene die als eerst doodgaat, hè? Ja. Die... Nee, ik weet het beter die... gemaakt. Ja, nou, zeg maar. Als we doodgaan is het over, want het is gewoon survival island en we moeten gewoon surviven. Dus eigenlijk spelen we een soort van hardcore, snap je? Gaan we dat doen? Nou ja, op zich is het wel een leuk... Ja, ik weet niet. Het is wel lastig. Ik moet gewoon niet doodgaan. Ja, maar het is lastig, want ik durf te wedden dat ik gewoon aan honger doodga en niet door mobs of zo, weet je wel. Ja. Ja, nou, zeg maar. We kunnen het gaan doen. Nou, op zich is het misschien wel... Het maakt het extra spannend of zo, weet ik veel. Ja, maar wat nou als ik... Wat als ik nu meteen doodga? Ja, dat zou een beetje balen zijn. Ja, weet je wat? Dan zien we dan wel. Laten ja, oké. Okay. Laten ja, we gewoon zeggen, misschien gewoon overleven. Gewoon overleven. Zo. Ja, ja, dat kan. Oké. Okay. We're cool. Ik ben even wat cool aan het minen nu op dit moment. Ja, ik ook, man. Ja, cool voor de leven, jongen. Ja. Right. Op welk level zitten we? 37, graag. Ik zit op 34. Ja, niet heel veel laag op zich. Nee. Oké, spiders. Weet ik het allemaal. Holy shit, oké, dat was een raar iets. Mijn build tript in een beetje. Laten we dat even afsluiten. Water, nog even weg. Oké, ik verlicht wel een beetje de plek alvast. Ja, ik ook, man. Ik hoor trouwens wel zombies onder mij of boven mij. Geen idee. Ja, hier bij mij zijn er nu echt kapot veel. Wacht, ik ga even kijken hoor. Of het onder mij is, ja of nee. Want zo op zich wel... Ja, het is onder mij. Oké.
kan ik het beste gewoon even die zombies afmaken en dit gewoon. Ik hoop even ook op een chest of zoiets ergens. Ja, dat ben ik ook een beetje naar voor. Beter heeft hij gewoon ergens aan voedsel gedacht of zo, die mapmaker, weet je wel? Nee, echt niet. Dit is echt een echt survival. Oh, die heeft gewoon één boom gegeven volgens mij. Dat, oh shit, oké. Jumpscare. Zombird. Oh, nog meer zombies. Oké, I'm out of here. Heb jij net iron gevonden of niet? Maar 3 stuks. Niet veel. Oké, dat is toch een pickaxe. Oké, cool. Ja. Dat is in ieder geval nice. Oké, torches. Gimme some extra. Thank you. Ja, ik ben heel wat kool aan het pakken nu, man. Dus. Oké, cool. Dat komt wel goed. Ja, daar heb je net ook kool gepakt. Waar ben je heen gegaan eigenlijk? Oh, hier is nog meer iron. Ik weet het niet eigenlijk. Ben je aan deze kruis? Wacht, ik ga je name tag spotten als het kan. Oh ja, ik zie je. Ja, okay, rechts boven mij. Ja, ik kom al naar je toe. Hier is een zombie. Hier omlaag. Kijk, we kunnen hier wat iron fixen. Oh, je bent hier rechts. Oh, kak. Oké. Ja. Oké, volgens mij. Ik kom. Holy shit. Ik save je van 2. Ja, I'm good. Oh, okay, wacht, okay. Nog scary. Ja, ik heb je back. Crapper. Oké, wacht. Even snel die 2 zombie flash eten. Oh, ik zie chest. Oh, nice. Oké. Een beetje de plek verlicht hier. Yes, ik regen weer. Yes. Coal, melon seeds. And dangerous place down here, man. Oh, wat gebeurt er? Oh, balls. Jij bent ook 10 meter gevallen. Oh, ik dacht ik tiefde ravijn in. Holy shit. Holy shit. Oké, ja, die is wel mooi. Danger man. Oké, weg jij, weg. Oh. Holy shit. Oké, wel cool. Goed, okay. Deze map is gevaarlijk, man. Oké, wacht even, ik pak even deze shit weg. Zo. Al die zombies die komen om zo'n hoekje, weet je wel. Heel sneaky aanvallen, man. Crapper. Hé, hey, spring, daarop. Ja, goed zo. Hoeveel hangen er bij nog? Ja, ik eet zombie flash, dus. Oh. Hé, spider jockey. Oké, cool. Sexy. Oké, ik ben bij je nu. Oh. Oh, die skeleton leeft ik echt nog. What the hell? Oké, hij is down. Torches. Oh. Is hier wat? Spanner. Oké. Het zijn van de cave spiders. Dat is bout. Die kunnen je poisonen. Daar heb ik niet. Ja, nee. Maar ik weet niet of we op hard spelen. Ik zie nog een chest trouwens. Kom op. Diamonds? Nee. Oh, wel iron. Dat is wel netjes. Okay. Ik zie daar ook nog meer iron in de verte. Hieronder. Je bent langs iron gelopen, man. Ja, dat weet ik. Ik ging voor de chest. Okay. Yep. Oké. Dat is dat. Ja, dat is ook weer een lange gang. Trouwens, zijn vergeten de plekken boven te verlichten, trouwens. Om de bomen door te laten groeien in de nacht. Ja, nou ja. We hebben van nu wel even genoeg gehaald. Heb jij al een iron pickaxe bij, hè? Ja. Oké, ja, hier is goud. Ik weet niet of we dat nodig hebben, maar... Wil je dat hebben? Nou, ik weet niet. Het zal denk ik niet heel erg nodig zijn, maar... Ja, ik ga pakken zo. You never know. Ja, true. Right. Torch. Oh, hier is nog meer goud. Laten we het even afblokken. Zo. Gewoon die gang van mij zit wat goud. Ik heb trouwens nu wel 18 iron, dus dat gaat redelijk lekker. Ik heb... 12, ja. Yes, daar werd ik niet ziek van. Dit keer van zombie flash. Yes, oké. Ik ga denk even richting terug naar boven. Ja man, even. Ik denk dat ik je zo achteraan kom. Ja. Ik ben 5 down namelijk. Ja, die hunger is vervelend, hè? Ja. Je moet eigenlijk gewoon de hele tijd zombies killen en gewoon daarmee overleven of zoiets. Ja, neem als we eenmaal die melons... Oh, beter, nog een chest. Ja, trouwens, inderdaad, misschien is er melon gegroeid. Ik hoop het wel, man. Iron pickaxe in de dan chest. Moet je die even uitbreiden, de farm. Ja, maar ik heb 14 melon seeds, dus... Oh, je hebt al? Ja, ik heb melon seeds, ja. Die vond ik net in de chest. Oh, chill. Oké, dan kunnen we al uitbreiden. Holy shit, dit is trouwens echt een mega pocket of iron. Ik weet niet of iemand die even kan tellen, die dit kijkt, maar dit is echt ziek. Ik kreeg een stuk of, wat is het? Nou, zou ik schatting maken. 15 iron of zo uit één pocket? 15? Ja, volgens mij waren 2 pockets aan elkaar vastgemaakt of zo. Oh, netjes.